Nee. Paars. Je moet denk ik Engels zijn. Purple. Ja, paars. Oh. My nightmare lives in house next door. In the scratch, use the family. Swimming. Zwemmen. Wat moet ik doen? Een nieuwe video. Ik zit nu al een tijdje op de middelbare school en ik heb al een beetje gemerkt dat je aardig wat woordjes moet leren voor bijvoorbeeld een proefwerk. En in deze video ga ik één goede soort van tip geven hoe je nou de woordjes wel heel erg goed kunt leren. En de rest ga ik door middel van sketches laten zien wat juist wat minder goed gaat om de woordjes te kunnen gaan leren. Dus nou, ik zou zeggen laten we gewoon lekker beginnen. Met de allereerste. Nou jongens, aan het begin van het jaar wist ik eigenlijk helemaal niet zo goed hoe ik het beste woordjes kon gaan leren. Totdat ik achter WKS kwam. Want het is namelijk heel erg makkelijk. Afgelopen zomer hebben ze WRTS helemaal vernieuwd, zeg maar. Dus misschien herken je het zelfs helemaal niet meer als je dit al een keer gebruikt hebt. Nou, voor degenen die niet weten wat WRTS is. Het is een site. En dan kan je zeg maar jezelf laten overhoren. Volgende week heb ik bijvoorbeeld een Engels toets. Dus hier heb ik mijn boek. En nou, dan kan ik kijken van, nou, ik wil dat hij hem in spelling gaat overhoren of dicté. En nu wil ik dan bijvoorbeeld voor Engels. Maar je kan ook voor Spaans of Frans, wat je maar wil. En dan gaat de laptop jou dus overhoren met woordjes of met zinnen, wat je maar wil. Dus dat is echt heel erg handig. Je kan het ook echt overal doen wanneer je wilt, waar je bent. Maakt niet uit, in een trein, op school. Ik heb het ook op mijn telefoon. Dus dat is ook heel erg makkelijk. Je hoeft het niet per se op een laptop te doen of zo. En wat ook nog heel erg chill is, het is helemaal gratis. Dus, in ieder geval, heel erg top. Denk je nou, dit is eigenlijk wel een goede om mijn woordjes te gaan leren? Neem dan even zeker een kijkie. Want ik ga dit zeker nog wel gebruiken dit jaar. En jij, Jor? Nee. Oh, ik zeker wel. Jor die zit al op de HBO, dus die heeft dat niet meer nodig. Oké, yes. Oh, ik denk eigenlijk dat ik alles wel weet. Misschien is het wel handig om nog even één keer me te laten overhoren. Want dan weet ik zeker dat ik alles weet. En dan ga ik morgen die toets knallen. Yes, oké. Even kijken wat ze aan het doen zijn. Nou, vast kan eentje toch wel me wel helpen. Of ben ik nou gek? Oké. Oeps, alles meenemen. Mam? Ja? Kan je me even weer snel overhoren voor Engels? Nu? Ja? Ja, maar ik ben eten aan het koken. Ja, gewoon even kort, zeg maar. Moet dat? Ja. Oké, wat? Jij moet het even in het Engels zeggen, dus doe ik de vertaling in het Nederlands. Jor, denk jij even de tafel? Wat moet ik? Jij moet het in het Engels zeggen en dan zeg ik de vertaling in het Nederlands. Oké, paars. Je moet het in het Engels zeggen. Purple. Ja, paars. Oh. Moet het nu? Kan het straks niet? Nee, even heel snel, dan weet ik het. Wat was dat weer? Woordjes ook mee, kleuren. Black? Zwart. Oké. Nou, je weet, ik ken het wel. Mam, kom op! Jezus, ik word er gek van! Geef maar! Oké. Nee? Kan je me even overhoren voor ons? Ik ben net te veel aan het kijken. Heel even, oké? Dan moet jij het even in het Engels zeggen. En dan zeg ik het in het Nederlands. Zeg maar. Wat? In het Nederlands? Nee, jij zegt het zeg maar in het Engels en dan vertaal ik het naar het Nederlands. Dit rijtje. Bakken. Je moet het in het Engels zeggen. Oh. Baking. Bakken. Painting. Painting? Ja. Oh, dat is schilderen. Nee. Ja, zen. Finishing of zo, joh.
Maar dit heeft ook geen zin hoor. Ga maar lekker slapen, hè, want oh, je bent zo moe. Jor, ja? Kan je mij even over de horen voor Engels? Kan je het gewoon in het Engels zeggen en dan doe ik het in het Nederlands? Jor? Zeg je het dan in het Engels en dan doe ik het zeg maar in het Nederlands zeggen wat het echt antwoord is? Ja. Family members. Familieleden. Ja, kan je weer? Even. Ja, dat is goed. Favorite. Favorite of favorites? Gewoon één favorite? Ja, favorite. Favoriet. Ja hoor. Wacht even, ik moet even iets doen. Twins. Tweeling. Jor, ga je nou de hele tijd op je telefoon? Ja, zit je aan het overhoren? Nee, ik doe het zelf wel weer. Niemand wil me de hele tijd helpen. Jij ook al niet. Oké. Family members is familieleden. Twins. Tweeling. Wat is die andere? To move. Verhuizen. Ah, oh, weet je wat? Misschien kan ik het ook zingen. Ja. My parents are divorced. They are not married anymore. Parents, siblings, and chosen are all family members. Pizza is my favorite food. My parents are married. Eigenlijk kan ik best mooi zingen, zeg. Wow, dit gaat echt goed. We are going to move to our new house. My nightmare lives in house next door. Pas met op voor volgend jaar ben ik gewoon de voice of all, I think. Oh my god, niemand wist dat ik zo goed kan zingen. I am an only child. I don't have any siblings. Zend stil is. Zo kan ik niet editen. Heeft zij er weer last van? Even serieus, ik kan ook nooit normaal leren hier in huis. Jezus, Mina. Oké. Is gescheiden. Maar even serieus eigenlijk. Dit gaat toch zo lang duren als ik... Al die woordjes moet opschrijven en ik moet nog zoveel. Je moet dit allemaal gewoon opschrijven, weet je niet hoe lang dat duurt. Oké, nou. Gewoon even een beetje tempo maken. Marriott is getrouwd. Of trouwen. Ja, getrouwd. Oh, ik heb er echt mee op mijn arm. Lekker moe. 5 hours later. Oh nee. Dit is zo saai. Ik wil naar bed. Dit gaat duidelijk ook niet werken, zeg. Oké. Oh, lekker om mijn moeders bed. Oh. Ik ga mijn hand ervoor houden. Date, dag. Date, date. Oh, datum. Ja, maar yesterday, gisteren. Watch, kijken, toch? Horloge, oh ja. Late, laat. Maar, oh nee, nu ga ik dat rijtje de hele tijd in mijn hoofd houden. Dat is een beetje stom. Nou ja, niet aan het rijtje denken. Afternoon. Even spieken. Middag, ja, maar die wist ik wel. Tomorrow. Morgen. Morning, ochtend. On time. Op tijd.
ga de hele tijd spieken. Werkt eigenlijk ook niet. En ik heb ook vrij weinig zin. Nou jongens, dit was de video daarna weer. Ik hoop dat jullie het niet zo erg vonden dat het een wat kortere video dan normaal is. Maar ik denk dat we er allemaal wel achter zijn gekomen dat de eerste toch echt wel het beste werkte. De eerste manier was met de bordjes van WRTS. Want de andere, die waren niet zo best. Heb je nou ook iets waarvan je denkt van, nou, dat gaat bij mij ook altijd echt slecht tijdens het woordjes leren? Laat het dan hier in de reacties achter. Want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En voor de rest heel erg veel succes op school iedereen. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei! Niemand wil me de hele tijd helpen. Jij ook al niet. Oké. Pizza is my favorite food. I want to instruct you to family. Ja, maar dat is heel irritant. Zwemmen. Wat moet ik doen? Ik kan toch niet net gaan slapen in één keer? Nee, maar je moet gewoon zo. En dan moet ik het zo. En dan zeg ik, meid. Ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja, oké. Zullen we dan verder met de naam? Ja.